Welkom bij een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Dit is de laatste maandeditie van Haagse Dingen, want vanaf februari gaan we om de 14 dagen uitzenden. Nou, laten we gauw beginnen met het eerste onderwerp. Een aantal bewoners in stadsdeel Rustenburg-Oostbroek wilden iets doen aan het vuil in hun wijkje. Er is ineens een actie aan de gang met de titel Den Haag, Rustenburg-Oostbroek schoon, met een dubbel uitroepteken. En het is eigenlijk ontstaan uit de losse vlodder die ik geschreven heb in het Bitjournaal, gepubliceerd in de Borokrant. Daar is een reactie op gekomen, daar heb ik weer op gereageerd. En het gevolg is dat we nu met een aantal mensen op de tafel zitten die bereid zijn om hun steentje bij te dragen aan een schoner Rustenburg-Oostbroek. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb Bas de Bruin van de gemeente Den Haag gevraagd om hierbij aanwezig te zijn, om aan jullie de ring, zakken en de daarbij behorende grijper uit te reiken. Bas, hoe wil je dat doen? Maar vooral natuurlijk het belang ervan, hè? Dat mensen zelf het initiatief willen nemen om hun straat schoon te maken. Hè? Dat is echt, daar zijn we vandaag de dag mee bezig. Ik communiceer heel veel met de bewoners, we hebben heel veel klachten. Zeker Rustenburg-Oostbroek, hoe vies het daar is. We hebben van de zomer acties gevoerd om te achterhalen waar die vuiligheid vandaan komt. Er is echt heel veel inzet van de gemeente in deze wijk. Het mooiste verhaal is toch wel van dat we de dag voordat het vuil wordt opgehaald, er een veegwagen door de straat heen gaat. Maar als ik u vertel, als de dag nadat het vuil wordt opgehaald er geen veegwagen door de straat zou heen gaan, dan zou het er veel vuiler aan uitzien. En het is wel zo dat in sommige straten de vuilwagen 3 keer per week er doorheen gaat. Nou, we hebben van de zomer een analyse gemaakt. Daaruit blijkt dat er gewoon heel veel vuil verkeerd wordt aangeboden. Dan heb ik het niet alleen over grofvuil, dan heb ik het ook gewoon over vuilniszakken. Nou ja, de vraag is altijd, kan de gemeente dat oplossen? Nou, dat is bijna niet te doen. Hè. We zitten echt aan ons tax van wat betreft het budget. De enige stap die we nog wel kunnen maken is dat mensen bewust worden weer van hun straat. Hè. En het klinkt misschien een beetje oudbollig en het is ook heel erg moeilijk, maar we hebben de bewoners nodig om hun buren aan te spreken op verkeerd gedrag. Nou, en een eerste stap daarvoor is, hè, dat is als je een stukje verantwoordelijkheid neemt voor je eigen straatje. En als je daar bereid bent om dat zelf schoon te maken, dan zien buren dat. U doet mee aan het opruimen van de proppen in de straat. Waarom doet u dat? Omdat ik het zeer belangrijk vind dat de straat een beetje schoner is. Dat is gewoon belangrijk. Veel te veel rommel op straat, daar erg ik me eigenlijk heel erg aan. Ja, maar die zal je natuurlijk ook nodig hebben, hoor. Dit zijn allemaal kleine dingetjes. Nou, u mag zich ook nog identificeren met Den Haag schoon. Nou, dat zal ik even niet leren. Maar waar het natuurlijk om gaat is de knijper waar het vuil mee opvangen. De ring waar de vuilniszak omheen past, hè, waardoor het gewoon handig wordt. Nou ja, u begrijpt hem. Hoe gaat die zak eromheen? Ah, dat wil ik ook wel even doen. Door te zien dat ik natuurlijk niet een van de handigste ben. Ik heb het al eerder gedaan, dus ik heb het een paar keer zoiets moeten doen. Maar ja, goed zo. Dat gaat goed, hè? Ja. Sla je het ze gewoon ook doen ook, hè? Voilà. Kan ik niet zeggen dat je geen ervaring hebt? Nee. Dan begint het al. Als mensen het zien, dan voelen ze zich verantwoordelijk. Hè? Dus dan kan je niet alleen maar de gemeente de schuld geven, maar dan komt het ook bij jezelf terecht. Doen we dat zo, buurvrouw? Hier ligt ook een plak, hè, Sniff? En de peuk, die gaat ook heel goed ermee. Ja, boeien wel lekker. En wat vindt u ervan? Moeten andere wijkbewoners ook meedoen? Nou, als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan zal het er een stuk beter eruit zien op straat. Oké. Nou, ze zeggen veel plezier nog met doorprikken. Ja, dankjewel. Het zal wel lukken, hoor. Ja, ik vind het wel goed, hoor.
Een van onze reporters was de gast bij een open dag van de Scouts. Haalde natte voeten en genoot van de vers gebakken broodjes. Ik sta hier met Jan van der Gouw, groepschip van Doordes Rijkersgroep, waterschoutinggroep in Rijswijk, Voorburg, Den Haag. We zijn verzameld in de hele omgeving. En onze kinderen komen ook overal vandaan. Het gaat om onze kinderen, de welpen van pakken 7 tot 10 jaar. Die doen voornamelijk de activiteiten kanoën, spelletjes, knopen leren, de beginselen van scoutingactiviteiten leren ze. Verder hebben we een groep, dat zijn de zevenkenners, die gaan roeien en die gaan ook verder met het knopenwerk, het onderhoud van de boten. En ze borduren dus voort op wat ze bij de welpen geleerd hebben. Na de zevenkenners gaan ze over naar de Wilde Vaart. Bij de Wilde Vaart, daar leren ze zeilen onder andere. Ook bootonderhoud, kamperen leren ze. Nou, allerlei activiteiten om het waterscouting zo goed en zo uitgebreid mogelijk te kunnen doen. Bestaan jullie al? We bestaan nu 60 jaar, dit jaar. We hebben dus ook verschillende jubileumactiviteiten gehad. En vandaag is het ook open dag, zodat we weer ons kenbaar maken aan het publiek rondom ons heen, de mensen rondom ons heen, van wat we allemaal doen op zo'n dag. En ook de gemiddelde activiteiten bij waterscouting. Zo hebben we bijvoorbeeld wordt vlotje gevaren, wordt met een roeiboot wordt er gevaren, wordt kano gevaren. We hebben de touwbrug gepionierd, hè, dat is ook een heel aparte activiteit, het pionieren. We hebben ook broodbakken, dat is met name voor de welpen is dat een prachtige activiteit, want lekker knabbelen aan een stukje brood wat ze zelf gebakken hebben met hagelslag of suiker. Kinderen vinden dat heerlijk. We houden kussengevechten. We hebben een spijkerbroek hangen. Dat is ook een hele sport om zo lang mogelijk aan een spijkerbroek aan een touw te blijven hangen. We hebben een tent staan waar je kan zien hoe er gekampeerd kan worden. Gerben, af en toe hou ik niet van je. Jij bent er ook. Wordt je merten? Ja hoor, eigenlijk wel. Alleen de onderkant van mijn schoen is dat. Ja, wat hebben we nog meer? We hebben ook knutselen waar we dus vliegertjes maken en andere knutseldingen waar ook meestal de welpen en ook wel zevenkenners zich mee kunnen vermaken. En ook praktische dingen. Het is niet alleen wat leuks maken, maar bijvoorbeeld, ze leren ook bijvoorbeeld een fluitkoord te knopen. Er zitten heel veel diverse knopen in en als ze dat kunnen, dan hebben ze een eigen fluitkoord die ze mooi om de hals kunnen hangen of aan de schouder.
Hey Julius. Nee, nee. Precies, ja, tegen die benen aan, tegen die benen aan. Ja, en nu? Dus ja, ja, slaan, slaan. Slaan eraf. Ja, ze blijven hangen. Nou, je hebt toch verloren. Hoe houden jullie als vereniging de broek op, zoals het zo mooi heet? We hebben vrijwel uitsluitend inkomsten uit de contributies van de leden. Plus dat we hebben een hele grote papiercontainer buiten staan die ook heel wat geld oplevert. Omdat iedereen die langskomt en oud papier heeft, gewoon zijn oud papier daarin kwijt kan. En dat levert aardig wat op. En we doen ook wat extra activiteiten met groepen. Bijvoorbeeld een dagje zeilen op de Kaag, waar dus nou, een soort sponsoring. We zorgen de groep, meestal collega's van elkaar, we zorgen wel een hartstikke leuke dag met een stukje zeilen, iets wat kennis maken met scoutingactiviteiten en na afloop een barbecue of zo. Aandacht en een knuffel op zijn tijd, dat is iets wat we allemaal nodig hebben. Daarom is het leuk dat de vrijwilligers van Teletrust in de week van Tegen de Eenzaamheid op diverse plaatsen daar even bij stilstaan. Mag even haar knuffel geven? Nee, sorry. Nee, knuffel. Nee, hoor. Ik wil niet. Helemaal niet. Goeiedag, ik ben zo op de afdeling. Ja, graag gedaan. Ja, dat wil ik ook. Vind ik zo. Nog een keer. Ja, nou niet zo lang, het wordt heel, heel. Nee, daar is het. Het is een superknuffel. In de oudere leeftijdsgroep zitten, dus gemiddelde leeftijd is 65, 70, zijn bijna allemaal geopereerd of liggen hier in ieder geval voor een onderzoek. Ja, oudere mensen. Die gewoon fijn vinden om even wat aandacht te krijgen dat van ons. Dat denk ik wel, ja. Leuke kaarten, ja, en even denk wat positiviteit, ja, inderdaad. Dat zal zeker op prijs gesteld worden. Oké, okay, nou, ja, hartstikke mooi. Zal ik meelopen? Ja. Goedemiddag, wij komen namens Sensor om gratis knuffels uit te delen vandaag. Om u even wat warmte te geven. Kom ik aan de andere kant. He, dan blijft het een beetje bij elkaar zo. Het wordt wel gelijk vastgelegd natuurlijk. Even knuffel, ja. Geef niet. En waar zijn u dat aan te danken dan? Nou gewoon, wij vinden dat u dat nodig heeft. Omdat u hier in het ziekenhuis ligt en waarschijnlijk een operatie heeft gehad. Ja, aan mijn voet. Oh, aan uw voet, oké. Okay. Ja. En hoe lang moet u daarvan herstellen? We weten niet wat het is. Het is gekomen en moet ook weer weggaan. Moet ook weer weg, ja. En in de tussentijd ligt u hier? Ja, precies. Op een eenpersoonskamer? Zondag 14 dagen. 14 dagen alweer? Wel eventjes. Ja. Dat is best lang. Ja, het is best lang. Ja, weet je. En ze gaan nog verder onderzoeken? Ja, ze gaan nog steeds verder onderzoeken, want het is niet goed. Ze weten niet wat het is. Maar ze zijn er nu een beetje misschien achter wat het zou kunnen zijn. Ja. Dus dan gaan ze vanmiddag een stukje weghalen. En nog een foto nemen. En dan hebben we vanochtend bloed geprikt. Gisteren 2 keer bloed geprikt. En een MRI-scan gemaakt en 2 foto's gemaakt. Oh, nou, dus het gaat hard door zo. Het gaat hard door, maar ze zijn in ieder geval wel, ze zijn goed aan het zoeken inderdaad. Dat is fijn om te horen. Ja. Nou, wij zijn hier namens Sensor. Ik kan het en Sensor een kaartje geven, ja. Ja, geef jij een kaartje. Doe. Deze is gewoon door iemand van Sensor beschreven voor u. We weten niet wie. Gewoon even een kaartje. En als u iets van Sensor wil weten dan. Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Nou, Sensor is eigenlijk telefonische en chathulpdienst.
Dat is een landelijke, de grootste telefonische chathulpdienst van Nederland. Oh. En wij komen namens Sensor Den Haag. En er zijn vrijwilligers die bij ons werken, bijna 70 vrijwilligers. Ja. En die staan dag en nacht voor mensen zoals u klaar om even naar uw verhaal te luisteren als u even eenzaam bent. En het is de week van de week tegen eenzaamheid deze week. En wij vinden het fijn om eenzaamheid te bestrijden. Dat doen wij ook aan de telefoon. Precies. En daarom komen we hier in het ziekenhuis eigenlijk langs. Vandaar eventjes. Ja. Ik dacht dat ik gehaald werd voor een foto te maken. Ja. Oh, echt waar? Nou, nee, u wordt gewoon gefilmd. Dan kunnen jullie meenemen, maar we weten de weg hier niet precies. Dus. Dan wees ik wel de weg. Okay. Dat kan ook nog in mijn koffie drinken beneden. Ja, dat is ook gezellig, toch? Dat is ook gezellig. Ja. We hopen dat dit ook een beetje helpt voor u. Ja, tuurlijk. En ik ben nogal een beetje nuchter, dus ik zal er wel doorheen komen. U heeft ook een vrolijkheid in uw ogen. Ja, dat is leuk om te zien, inderdaad. Ja, en je kan er toch niks aan doen. Ik heb ook zelfs vanochtend helemaal alleen schoongemaakt. Oké, ze hadden het zo druk. Ja. Ik zou gaan zitten. Ja. Zo, en dan heb ik zo met die gieten gedaan. Zo dat is het best. Ja. Badje eronder en dat spul eruit gespoeld, want er zit zeewier in. Oh ja, natuurlijk. En dat is eruit gespoeld geworden. Ja. En toen heb ik zo'n nieuw zeewiertje geknipt. En heb ik er weer opgelegd. En zo blijft u slank, hè? Door dat zelf te doen. Nou, ja, toch? Mevrouw is ook bijpassende literatuur aan het lezen. Nee, ja, of je gezien hebt. Ik ben puur huid naar de 30ste. Nou, mevrouw. Ik ben een beetje erg lenig, dus daardoor is dat zo makkelijk. Ja, dat snap ik natuurlijk inderdaad. Nou, maar wees u heel veel sterker en we hopen dat het allemaal goed komt. Ja. In het Haagse Openbaar Vervoersmuseum was een bijzondere tentoonstelling. Retourtje Leiden. Stralende start voor Retourtje Leiden. Op zondag 4 september was het dan echt zover. Er gingen de poorten van de remise Frans Hals open voor het publiek. De vrijwilligers van het Haagse Openbaar Vervoermuseum hadden druk gerangeerd ten einde een aantrekkelijke opstelling van het materieel te realiseren. Voor de materieelshow zijn speciaal alle nog aanwezige blauwe en gele trams uit die periode naar Den Haag overgebracht. Uit Haarlem het enig overgebleven en grondig gerestaureerde Boedapester, stuurstand rijtuig B412 van de NZH. Ja, dat zie je ook allemaal aan de andere kant. Daar zit geen stuurstand, die zit aan de voorkant hier. Want kan je daar zien? Ja, stuurstand, versta u onder dat compleet... Dat was een compleet stel van drie. Ja, dus een motorwagen in het midden en een stuurstandrijder aan de ene kant en aan de andere achterkant. Ze reden ook maar deze eentje twee. Kan die niet... Nee, deze niet. Deze of is het achteruit de mies in of zo. Nee. Zo staat niet. Nee. Maar die 1100 serie hadden dat toch? Die konden toch achteruit de PCC. Ze hoefden nooit achteruit, want ze zaten altijd met z'n drieën aan elkaar. Ja, dat is helemaal niet. Ja, wat u zei, als ook alleen maar de middelste motorwagen was, kon je in je eentje ook niet. De middelste wagen die kon alleen rijden. Dat je zag zelf waar was dat stuurtje daarvoor? Nee, dat zit wat nu daar. Ja, er zit daar een stuurtje. Dat is een remmer. Heel zachte stuur. Nee, dat weet ik wel. Nee, maar dat hebben we de aanmaker van de HTML. Vanuit Simpelveld arriveerde al enige tijd geleden het voormalige HTM-motorrijtuig 90. En dit tramtype deed tussen 1951 en 1965 dienst op de buitenlijnen naar Voorburg en Wassenaar. Waarom nu dit retourtje Leiden? Wel, het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat het doek viel voor de twee interlokale tramlijnen tussen Den Haag en Leiden. Met de beroemde blauwe tram van de NZH konden reizigers nog tot in het najaar van 1961 een retourtje Leiden maken via Voorburg, Leidschendam en Voorschoten. De gele tram van de HTM reed ook tussen de Hofstad en de sleutelstad Leiden, maar die ging via Wassenaar.
Ook wordt het 80-jarig bestaan van de NVBS, dat is de Nederlandse Vereniging voor Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen, gevierd. Deze vereniging heeft in haar jubileumjaar op verschillende locaties in het land speciale evenementen georganiseerd. Vele interlokale tramreizigers van vroeger hadden herinneringen op bij het terugzien van de vertrouwde wagens van weleer. Nou, ik ging voor het eerst naar school. Ik ging voor het eerst met deze tram vanuit Wassenaar hierheen, naar de stad. En daar stond ze dan, precies tegen dat luikje, tegen dat deurtje aan. Geestig. Ja, en wat moet je dan? Want ik vond het leuk, zeg, toen ik binnenkwam. Dus allebei op weg naar school. Ik moest overstappen, zij moest verder lopen. En dan vroeg je toch, in die tijd, mag ik uw tasje oprapen? Scheelde je 2 jaar, ja, niet te geloven, maar uw tasje oprapen. Maar jarenlang heb ik dit gedaan, tenminste 2 jaar geloof ik zo'n beetje. Ik weet het niet precies meer, maar ik heb een hoop vrienden hier ontmoet. Ook op weg naar school, hè. Maar, daar heb ik wel genoten van. Als je de tram gemist heeft, want die mensen deden dat... Nee, ik vond het niet zo erg als het laatst kwam. Nee, dat heb ik nooit zien gebeuren. Maar ik stapte op bij Marlot. Ja. En dan ging je dus richting stad. Ja. En dan midden op de Bedoordaarsweg stak je de weg over. En dan ging hij aan de link, want dat was de rechterkant, en dan stak je de weg over. En dan ging hij linksaf, ging hij rechtdoor. En dan bij Malieveld ging hij daar linksaf. En langs de Koekamp ging hij dan. En op het toernooiveld moest ik overstappen en zij moesten naar een andere school toe. Maar dit is nostalgie. Dit is echt nostalgie. Op Retourtje Leiden is niet alleen veel te zien, maar ook veel te horen. Want de blauwe en de gele konden zeer luid fluiten. Voor interlokale tramlijnen bestonden speciale wettelijke bepalingen. En daarom hadden ze bijvoorbeeld 2 koplampen in plaats van 1, zoals bij de stadstrams. En naast 1 bel hadden deze trams ook 1 fluit. Zo hadden de gele trams op de Wassenaarse lijn een hoogklinkende fluit. De gele trams op de Delftse lijn een laagklinkende. Het verschil was dus duidelijk te horen. De eerste, kleine, buitenlijntrams kregen door een geluid zelfs de bijnaam fluitketels. Ook de blauwe tram kwam uiteraard buiten de gemeentegrenzen en moest dus ook een fluit hebben. Anders was het niet gehad, toch? Nee. Maar ik zit er ook wel aan. Waar is het dan? Ik groes ergens in Zeeuwse Vlaanderen. Oh, daar, ja. Zo. Nou.
Helemaal weer gerestaureerd. Ja. En dan had je de directeur. Hij is er niet meer. Van de Starlift uit Voorburg. Ja. Dat was een liefhebber. Die had een grote Romulo's. En daar hebben ze 10 jaar gewerkt van dat ding. Ja. Die vond het leuk. Met dit onderwerp zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Haagse Dingen. Nou, dit was de laatste maandeditie, want vanaf februari gaan wij om de 14 dagen uitzenden. Dus ik zou zeggen, ga kijken. Kunt u niet wachten, kijk dan op onze website. Daar vindt u nog meer bijzondere, leuke, korte, lange filmpjes. En ik zou zeggen, graag tot februari. Dag.